Goedenavond allemaal. Gezellig dat jullie meekijken op de Noor en Zo groep. Ik ben heel eventjes die. Ik kijk zelf even mee op een tablet, dus moet ik heel even goed zetten hier. Dus een beetje krapjes. Als het eenmaal staat, dan komt het goed. Zo, kan ik jullie reacties meelezen? En ik ben even aan het kijken of de verlichting goed is. En volgens mij wel. Jee, gezellig. Zo, volgens mij... Oh, nou heb ik weer aan mijn beeld bewogen. Even kijken, want... Het staat dan weer net een klein beetje scheef. Maar volgens mij komt het helemaal goed zo. Wat denken jullie? Ik denk dat het wel helemaal goed komt. Volgens mij ben ik goed te zien en goed te horen. Als zo niet, dan laat het even weten. Nou, ik heb er weer super veel zin in. Een tijdje geleden dat ik live ben geweest hier. En ik vond het super tof, jullie reacties allemaal. Dus ik kijk er echt naar uit om weer wat leuks van te maken vanavond. En ik ga aan de slag met de nieuwe Mixed Media collectie van de Joubadou. En die ligt vanaf vandaag in de winkels. En ik heb al wat dingetjes gedeeld die ik daarmee gemaakt had. Ik heb echt bijna alle stencils al een keertje uitgewerkt. En vanavond zal ik er ook nog een paar live uitwerken. Dus dat is eigenlijk een beetje wat we gaan doen. Ik heb hier een stapeltje. Zitten eigenlijk allemaal heel netjes verpakt. Zijn slimline bijna allemaal. Mask, stencils en ze zitten eigenlijk allemaal bijna per twee verpakt. Ik knip ze altijd even los. Dus het is lekker een heerlijk stapeltje wat het is. Oh, en super leuk, dat hebben jullie waarschijnlijk ook al gezien. Is dat ik vanavond een setje, dus dit allemaal, mag ik aan iemand gaan verloten. Yay! Dus super leuk. En even kijken, wat dacht ik nog? En we gaan gewoon lekker beginnen. Dat lijkt me het beste, denk ik zo. Oh, ik laat als allereerste even deze zien. Even kijken of jullie zo die goed zien. Ik denk het wel, hè. Dus ik weet onderhoud zie je hem nog net iets mooier, beter. Kijk, het is een heel tof patroontje. En dat is chipboard. En je ziet dat hij bij mij nog helemaal heel is. Oeps, daar heb ik dus nog niks mee gedaan. Maar, dat ga ik natuurlijk ook nog doen. Maar die wil ik even laten zien. Het is dus een chipboard. Je kunt hem bewerken. Met bijvoorbeeld eerst gesso. Dan kun je ook nog daarna met inktjes eroverheen. Je kunt met allerlei leuke andere pasta's of inkten eroverheen. Dus hiermee. Dit is echt een heel leuk spul wat heel veelzijdig is. En wil je hem niet meteen opgebruiken. Kun je hem natuurlijk ook nog even als een soort stencil gebruiken. Leg je hem ergens op en ga je even met een inktje of zo eroverheen. Dus dat is ook echt super leuk, denk ik. Dus dit is eigenlijk voor eenmalig gebruik. Ja, je kunt er ook stukjes van afknippen of zo. En je kunt hem dus ook eventjes eerst als stencil gebruiken als je dat leuk vindt. Dus ik probeer ondertussen jullie reacties mee te lezen. Maar mocht ik iets missen en je heel graag antwoord willen, dan zet dat berichtje er nog een keer in en dan kom ik hem wellicht tegen. Dus dit is het chipboard. Daar ga ik nog iets tofs mee maken, maar nog, ik weet nog even niet precies wat. En dan pak ik heel even mijn setje erbij. Woep. Lekker kleurrijk. Helemaal tof. En dan gaan we gewoon eens eigenlijk per stencil even kijken wat voor tofs erbij zit. Nou, deze vind ik heel gaaf al. Dit is een stencil van een palmboom. Wacht, ik pak heel even een velletje erbij. Gewoon een, ik denk de zwarte, dat je het goed kan zien. Dan kunnen jullie het patroontje beter zien. Zo. Kijk, zo, dat gaat beter, hè. Dus deze toffe palmboom. En ik heb die dus eventjes op deze manier. Op een wit vel. En dan heb ik die met wat, als je dat niet echt, ja, daar komt die. Dan heb ik hem met twee kleuren groene inkt. Heb ik de bladeren bewerkt. Waardoor je dus eigenlijk een best wel levendig resultaatje krijgt. En de stam heb ik ook met twee kleuren gedaan. Met een lichte kleur bruin en een donkerdere.
op de afbeelding die ik had geplaatst zie je ook de kleurtjes inkt ook die ik gebruikt heb. Ik denk dat is makkelijk, dan kunnen jullie het meteen terugzien. Ik heb namelijk de Memento inkt erbij gepakt, maar dat kun je natuurlijk ook met andere inkten als je die in je voorraadkast hebt staan. Dus superleuk. En dan kun je natuurlijk een leuk vakantiekaartje van maken of een lekker cocktail erbij of zo. Dus ik moet nog even gaan bedenken wat ik er precies van wil maken. Maar dat gaan jullie zeker ook terugzien. En ik heb hiervoor, want dit heb ik niet nat gemaakt. Dus is gewoon alleen met inkt erop geblend. Hiervoor heb ik dus gewoon wit smooth cardstock gebruikt. En dan, ik gebruik altijd die blending brushes. Deze. Van Nelly Snelle. En dat blendt heel mooi met inkt. Maar dat laat ik zo meteen ook nog eventjes zien. Even kijken. Dus dit is het eerste masker. Je kunt natuurlijk ook verschillende bomen lekker erop verwerken. Of niet uitknippen. Net wat je wil. Maar dit is wat ik er heel even hiermee gedaan heb. En dan gaan we naar de volgende. Ik maak hier even een nieuw stapeltje. Zo. Ik heb hier deze toffe gemaakt. Ook hele leuke palmbomen. Dat is dit stencil. Een cocktail shaker, Marion. Dat is ook echt een leuk idee. Superleuk. Dus dit is die met die palmbomen. En ook hier heb ik dan die twee kleurtjes groen. En hier op de achterkant een bruin gebruikt. En je ziet als je een kaartje dus mat, als er een kleur terugkomt, dat hij heel veel meer gaat spreken ook. Dus je hebt helemaal niet veel nodig. Nou, ik hou ook heel erg van kaskaartjes. Dat staat voor clean and simple. En daar bedoel ik mee dat je dus eigenlijk gewoon een heel simpel kaartje maakt, maar wel leuk eruit ziet. Daar hou ik echt heel erg van. Dus als ik hier bijvoorbeeld een tekstje op doe, zo vind ik hem ook al helemaal klaar. Dus die is heel tof. En dit stencil, dit zit samen met deze. En daar heb ik nog geen voorbeeldje van gemaakt. Dat is het enige stencil waarvan ik nog geen voorbeeldje heb. Ik dacht, nou, ik heb hier al een palm en daar een palm. Dus ik ga even lekker met de rest aan de slag. Maar ik vind het heel tof. En zeker in deze vakantieperiode. Lekker zomers. Je kunt ze ook in een journal gebruiken. Als je een beetje creatief ermee omgaat. Of op een scrapbookpagina. Dus daar kun je gewoon lekker mee aan de slag. Ik ga ze gewoon even zo allemaal door. Vinden jullie dat wel gezellig zo? Of houden jullie meer gewoon van het echte werk? Gewoon lekker aan de slag. Dan is het volgende setje. Zijn deze twee. Die horen bij elkaar. En daar heb ik mee gemaakt. Dit toffe drie luik. Dus het is eigenlijk een slimline formaat in drie. En die kun je in elkaar vouwen. Vet, hè? En hoe ik dat heb gedaan? Deze sluiten eigenlijk gewoon precies op elkaar aan. Zo. Nou wordt het een beetje wazig. Ik kan hier niet meer goed scherp stellen. Maar deze sluiten dus eigenlijk gewoon precies op elkaar aan als je ze zo maakt. Nou, als je deze dan horizontaal spiegelt en aan de andere kant legt, heb je dus al zo'n leuk drieluik. En nou zag ik bij Nicole, die had hem ook gebruikt. En die had er echt een hele mooie cirkel van gemaakt. Dus als je hem aan de bovenkant, kun je hem dan ook weer aan laten passen. Door bijvoorbeeld dit er weer overheen te laten vallen. Dan even wel goed uitmeten. Kan je dus de bovenkant ook nog afmaken. Bijvoorbeeld op een 30x30 pagina of op een canvas of zoiets. Kun je die hartstikke leuk gebruiken op deze manier. Ik hou er dus van om lekker met die kleurtjes te blenden. Dus voor deze heb ik dus drie kleurtjes gebruikt. En dat vind ik echt te gek om te doen. Nou, ik zie heel veel hartjes en heel veel leuke berichten. Tof. Heel tof. Dus dat is deze. Die ga ik natuurlijk ook nog posten. Volgens mij had ik dat nog niet gedaan. Dan had ik straks nog eventjes als aankondiging voor deze live had ik deze toffe bollen gebruikt. Deze is het. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik hem zag, dacht ik, oeh, dat lijkt me lastig om mee te werken. En ik pakte hem met inkt en toen vond ik hem nog een beetje lastig. En toen dacht ik, oh, ik ga structuurpasta gebruiken. En toen kwam dit eruit. En dat vind ik zo vet. Ik vind het echt heel veel diepte zit erin. De bolletjes heb ik dus met structuurpasta aangebracht.
En daarna heb ik met icing spray heb ik daarop verwerkt. Dus als ik straks nog tijd heb, zal ik ook laten zien. Kijken of dat ik dit nog kan doen. Want ik hoorde al dat meerdere zeiden van, oh, die wil ik zien. Dus ik laat hem even zo lekker van meerdere kanten zien. Gaaf, hè? Zo knal die bollen er echt helemaal uit. Dus ik vind hem nu, ik denk misschien wel een van mijn favorieten. Leuk, hè? Dus dit is die bollen. En die zit aan een verpakking met deze. Die vind ik ook heel gaaf. Daar heb ik al een kaartje van laten zien. Met de naam Ryan erop. Dat kaartje kan ik niet meer laten zien. Want mijn zusje heeft een babytje gekregen, Ryan. Dus ik heb hier een neefje daarbij. Superleuk. En dat kaartje heb ik al aan haar gegeven. Maar met de inkt die hier nog op zat. Dus zeg maar als je hier inkt hebt aangebracht. De overtollige inkt op het stencil. Kun je een superleuke afdruk maken. En dan krijg je dit. En dit vind ik ook altijd zo gaaf. Zal ik zo meteen ook nog laten zien deze techniek. En dan heb ik hem ook nog eventjes een keer zoals die is gewoon verwerkt. Dus zeg maar zo. En dan heb ik mijn achtergrondje helemaal roze gemaakt. En dan heb ik hier van Stiolite letters gebruikt. En eruit gestanst en ook de kleine lettertjes erin. Met hello. Ah, wat lief. Dank jullie wel. Het is altijd leuk, zo'n kleine, of zo'n kleine grote uitbreiding eigenlijk. Hè? Dus dit vind ik ook wel heel tof. Dus dan zie je dat je dus echt wel met één stencil ook heel verschillende effecten kan creëren. En ik denk dat jullie dus wel weten dat dat een van mijn favorieten is. Een van mijn favoriete hobbymaterialen, stencils. Dat je er gewoon super veel verschillende dingen mee kan maken. Dus dat was dit stencil. We gaan nog even door hoor. Ik was druk geweest de afgelopen dagen. Dan hebben we deze twee toffe mandala's. Die zitten ook bij elkaar in één setje. En dat was even zoeken. Want ik zat veel te moeilijk te denken. Deze zaten zo mooi in een setje. En ik dacht dat ik die twee kon combineren. En die en die. Maar Corrie die zei, nee, zo werkt dat niet. Je moet van één stencil moet je ze met elkaar combineren. Dus dat gaan we zo meteen ook even doen. En daarmee heb ik deze gemaakt. Dat is precies met die je nu ziet. En die vind ik ook echt te gek. Je kunt hem dus in drie laagjes opbouwen. En ik heb hier drie verschillende kleuren gebruikt. En die vind ik echt super vet ook als kaartje. En wat ik al zei, er komt waarschijnlijk even een klein tekstje of zo bij. En dan is mijn kaartje eigenlijk al klaar. Dus die vind ik echt heel gaaf. En die laat ik zo meteen sowieso ook even zien. En even kijken, dan die andere. Woe, dat was nog een surprise. Die had ik nog niet laten zien. Dat is dus deze, als je deze drie in laagjes opbouwt. Dan krijg je dus dit effect. En je denkt nu, oeh, die is wel wild, maar ik had hier per ongeluk, had ik hier een randje mee beïnkt en dat vind ik niet zo mooi. Dus dat moet ik dan oplossen en dan doe ik dat bijvoorbeeld door helemaal lekker ertussendoor te spetteren. En dan heb je gewoon een tof effect. Vet, hè? Of ik je adres wil, ja. Ik denk dat deze allemaal gewoon binnenkort te zien zijn in de winkel. Ja. Oké, dat waren deze. En dan heb ik nog een last but not least. Deze toffe streepjes. Ik moet heel even iets doen, anders kan ik niet meer meekijken. Oh no. Ik ben aan het klungelen hoor, sorry. Maar ik kan jullie reacties niet meer kijken. Dus even een klein momentje. Ik weet niet wat ik nu heb gedaan, maar ik denk dat het goed komt. Oh, pik je taal wel weg, Debbie. Dat kan ook nog, ja.
Deze toffe streepjes vind ik ook echt heel erg gaaf. En daar was ik mee aan het stoeien geweest. En ik heb meerdere mogelijkheden ontdekt. Dus dat vind ik al tof. Want je kunt deze twee, dus brede streepjes en smalle streepjes. En dan kun je dus ook zien dat je hier verschillende patronen mee kunt maken. De streepjes liggen schuin. Maar je kunt ze natuurlijk horizontaal draaien. Zodat ze de andere kant schuin op liggen. Of van boven naar beneden. Of net wat je wil. Dus je kunt ze gewoon lekker een beetje mee spelen. En ik heb hier dus twee dunne lijntjes en één breed lijntje. En dan heb ik hem hier ook nog een keertje. En dan heb ik twee brede allebei de kanten op. En één dun lijntje. Zo kun je er lekker mee spelen. En dan heb ik hier zo niet helemaal gedaan. Maar wel een menging van kleuren. Dus een kleurverloopje vond ik ook wel heel tof. En met het overige, en daar ben ik ook echt helemaal blij mee. Wat op je stencil zit, krijg je dit. Dat ga ik zeker dadelijk ook laten zien. En dan vind ik net een beetje zo'n brushstroken. Dat vind ik echt heel tof. Dus dit is ook wel echt een favorietje. Dus ik denk dat we gewoon maar even lekker aan de slag gaan. En dan hebben jullie in ieder geval vast een idee wat je een beetje met de stencils kan doen. En ik las net al iemand die niet zo van het klieder is, Gerda. Maar met een paar blending brushes krijg je niet zo heel veel vieze vingers. En krijg je wel hele toffe effecten. Dus ik denk gewoon dat we met die streepjes gaan beginnen. Want dan kan ik even laten zien hoe je dat goed uit kan werken. Hopskee. Even kijken. Nou, nogmaals, ik heb ze nu dus allemaal op slimline kaartjes ook echt verwerkt. Maar je kunt ze ook in een journal gebruiken of op een scrappagina. Of net wat je ook doet op een canvas, net wat je wil. Dus, ik zat te denken om mijn memento bak in te duiken. Hebben wij nog favoriete kleurtjes? Wat je graag wilt zien. Dan mag ik even jullie reacties af. Evelien, ik denk dat het vooral echt gewoon lekker oefenen is. Want echt, ik heb al zoveel inkten gebruikt en echt zoveel stencils. En echt van lekker doen, dan word je er steeds makkelijker mee. Dus gewoon lekker doen, laten zien. En anders vraag je gewoon eventjes een keer feedback aan ons als je iets gemaakt hebt. Van nou, ik heb dit gemaakt, maar ik ben niet helemaal tevreden over dat en dat. Hebben jullie tips? Mag allemaal, hè? Celine, ik bewaar eigenlijk memento's gewoon zo in een mandje. En dat doe ik eigenlijk met al mijn inkten. Die bewaar ik allemaal niet ondersteboven. En tot nu toe gaat het allemaal helemaal goed. Dus ja, net wat je wil, denk ik. Zet ze niet pal in de zon, want dan denk ik dat ze een keertje uitdrogen. Dus ik zou ze niet helemaal pal in de zon gaan zetten. Dat lijkt me niet zo slim. Maar verder denk ik dat het niet heel veel kwaad kan. Ik was eens kijken. Ik zie roze, blauw. Ik zit helemaal niet op te letten. Maar ik zie allemaal roze en blauw. Ja, ik ga gewoon voor roze en blauw dan. Zo. En ik heb hier dus allemaal brushes liggen. En dan moet ik even gaan zoeken welk borsteltje welke kleur is. Want ik ben nooit zo goed in het schoonmaken daarvan. Oeps. Nou, dit is groen. Zullen we maar niet doen. De blauwe. En dan heb ik hier een roze tint.
Zo. Even kijken. Nou, ik leg mijn stencil dus eigenlijk gewoon erop. Ik heb hier gewoon een wit smooth kortstok gepakt. En die is, 9,7 bij 20,2. En daar past je stencil eigenlijk gewoon precies op. En dan doe ik even wat inkt zo op mijn glasplaat. Dat kun je natuurlijk ook gewoon met een kledermatje doen. En je kunt deze met een tape bijvoorbeeld vastzetten. En ik heb eigenlijk ook een hele handig magneetmat. Zal ik die er eens even bij pakken. En soms als ik het snel wil doen, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik ook gewoon even hem vasthoud met mijn vingers. Maar ik pak wel eventjes mijn magneetmatje erbij. Een magneetplaatje. En daar heb ik hele handige magneetjes ook. Ik maak die borsteltjes eigenlijk gewoon schoon door dus op een keukenpapiertje te wrijven. Je kunt ze ook wel nat afdoen als je echt een hele andere kleur wilt gaan gebruiken. Maar dan moet je wel echt goed droog maken. Anders ga je met een natte borstel in je inkt en dat wil je echt niet met je inkten. Dus, kunnen jullie het zo goed zien? Ik zit natuurlijk niet helemaal in het midden. Ik kan misschien wel iets inzoomen. Even kijken, zo. Hop. Dat is al beter, hè? Zien jullie net iets meer? Maar even kijken dat mijn inkt en zo allemaal in de weg staan. Oké. Nou, ik begin eigenlijk vaak met een lichte kleur. En dan ga ik naar donker, maar dit zijn twee heel verschillende kleuren, dus dat gaat hem niet worden. Jullie reacties. Oh, ik lees net dat Irina een video heeft gemaakt voor het schoonmaken van de borsteltjes. En dat Jolanda die morgen plaatst. Dan moet ik heel even iets opschrijven voor ik het vergeet. Klein momentje. Dat wil ik jullie straks even vertellen nog. Even kijken. Zo. Ja. Sorry voor de afleiding eventjes. Ik ga dus met mijn blending brushes. Twee verschillende kleuren. Ga ik er overheen. Nu moet je bij dit stencil even oppassen. Want als ik hier heel wild overheen ga, dan gaan die strepen. Want het zijn best lange strepen. Gaan allemaal zo en dan schiet ik eruit. Zie je dat? Dan gaan die allemaal scheef. Dus even met de strepen mee of gewoon voorzichtig ronddraaiende bewegingen. Nou ligt hij niet meer strak. Dus ik hou wel altijd van ronddraaiende bewegingen. Dan vind ik dat mijn inkt mooier kan blenden. En ik doe hem dus hier niet helemaal naar alle randen toe. Maar ik ga er een beetje zo'n leuke glieder van maken. En je kunt hem donkerder aanzetten door nog wat meer inkt te pakken. En dan ga je er bijvoorbeeld nog een keertje overheen. Deze heette volgens mij blending brushes of brushes of zoiets. Nu heb ik overal al roze gedaan. Ik had ook sommige plekjes gewoon eigenlijk wit kunnen laten. Want als ik er dadelijk met die blauwe overheen ga, wordt het natuurlijk niet helemaal blauw, maar ook paarsig. Oeps. Ik zit weer gewoon te doen zonder na te denken. Nee, een blending tool. Dat is een zo'n houten handvatje, zeg maar, met een sponsje eraan. En dat is dit niet. Die zijn ook wel handig. Ik vind persoonlijk deze net iets fijner blenden. Maar dat is misschien ook gewoon een kwestie van wat vind je prettig. Kan allebei. Zo. En dan gaan we blauw erbij pakken.
En als je hem mooi over wilt laten lopen, moet je niet continu alleen maar nieuwe inkt erbij pakken. Dan kun je de inkt ook gewoon het laatste beetje wat aan je borsteltje zit goed uitwrijven, zodat de kleuren mooi in elkaar verlopen. Zo. Ik denk dat dit wel leuk wordt zo. Dus. Hopskee. Ik ga hem eraf halen. En dit vind ik altijd toveren. Oeh, vet. Kijk, vet toch? Dan zie je dat doordat je, als het kwastje bijna op is en je nog doorgaat, krijg je dus zo'n mooi verloop van kleuren. Vet toch? Ik vind het helemaal leuk in ieder geval. Dan pakken we deze erbij. En je kunt dus kiezen om hem dezelfde kant op te doen. Of de tegenovergestelde kant. Of zullen we gewoon deze eerst nog een keer doen? Andersom. Oh, dat was echt dom. Nee, ik moet hem dan spiegelen. Dus dan kan ik mijn één niet meer gebruiken. Dus dat doe ik niet. Haha. Ik doe gewoon deze. En dan doe ik hem in tegengestelde richting. Dus dan krijg je ook een beetje ruitjes. Zo. Nou, gelukkig hebben ze ook een webshop nog, Charline. Maar ze zijn echt vet, hè? En misschien win je ze wel. Wie weet, wie weet. Ik mag in ieder geval een setje weggeven. En dan vind ik eigenlijk altijd super moeilijk. Ik denk, oh, ik gun ze iedereen. Zo. Nou, ik ga hier weer lekker beginnen met mijn roze kleurtje. En dan moet ik natuurlijk weer even goed in die lijntjes. En hier ga ik ze ook niet helemaal precies tot aan de randen pakken. Een beetje speels vind ik wel leuk gewoon eigenlijk. Maar dit kun je dus echt gewoon ook lekker mee spelen. Je kunt ze ook gewoon vlak naast die brede strepen maken. Dus ja, ik zou zeggen super veel mogelijkheden. Of alleen de brede of alleen de smalle. Dus ja, daar kun je gewoon lekker mee spelen. Zo. Je tikkie live is ook gevaarlijk, ja. Maar hey, we moeten toch wat te doen hebben, toch? Ja, Bridget, dat vind ik ook echt. Het is zo relaxed om hier gewoon mee bezig te zijn. En maar gewoon te zien van wat er uitkomt. En die hoef je allemaal niet helemaal te bedenken. Dus je kunt daar gewoon lekker mee spelen. En daar hou ik ook wel echt heel erg van. Wat denken jullie? Zullen we er eens afhalen? Spannend! Daar komt ie. Woop. Ik vind hem gaaf. Kijk hoe vet. Dit is toch gaaf. I love it. Zo, even gewoon helemaal zo. Woe. Leuk. Ja. Dus, dit is vet. Als je er dus nu gewoon een leuk papiertje achter plakt, hier gewoon iets simpels of iets veel op. Net wat je zelf leuk vindt, want je kan alle kanten op. En dan heb je iets heel vets nog over. Kijk, hier zit nog allemaal vette inkt op. Allemaal toffe inkt. Zie je misschien niet zo goed. Ik leg deze heel even aan de kant. Deze heb ik straks gebruikt, maar ik ga nu even deze doen.
Want wat gebeurt er nou als je die weer nat maakt? Dan activeer je de inkt. En als je inkt activeert, kun je hem weer gebruiken. Dus ik heb hier een sprayflesje met water. En dan sprenkel ik het een beetje nat. Niet te nat doen hoor, want dan krijg je echt een zooitje. Pak ik even een keukenpapiertje erbij. En dan gaan we nog meer toveren. Mijn inkt zie ik al dat hij geactiveerd is hier op mijn stencil. Draai ik hem om. Leg ik hem op een papiertje. Probeer dat altijd een beetje recht. Dat lukt niet altijd. En dan leg ik mijn keukenpapiertje erop. Goed aanwrijven. Zodat alle overtollig water in je keukenpapiertje komt. En dan hoop ik. Soms mislukt het ook helemaal. Dan hoop ik dat dit ook een toffe afdruk is. Zullen we hem optillen? Hij is wel een beetje schuin. Ah. Nou, hij heeft aan één kant iets minder inkt gepakt. Andere kant wel veel. Kijk, hier vind ik hem dus heel vet. Hier zat er denk ik iets minder inkt. Of hij heeft hem niet goed geactiveerd. Maar dit kun je dus echt zo super leuk gebruiken. Het lijkt toch net brushstroken. Ik vind het zo tof. Ja toch? Vet hè? Dan heb je misschien hem niet goed geactiveerd. Of te weinig inkt op je stencil zitten als hij mislukt. Zou kunnen. Oh. Maak er een herrie van en een schroepje. Nou, dan kun je dus ook met die andere doen nog. Als je wil. Hier hebben we er nog eentje. Zal ik hem nog even doen ook? Of zullen we hem zo laten? Eigenlijk had ik het er wel al laten zien. Hè? Ik ga deze er gewoon afhalen. En dan... kunnen jullie dat zelf gewoon lekker gaan proberen. Of als je je stencils in huis hebt. Ik heb hier... heel stiekem. Eigenlijk is dat mooier met aquarelpapier. Maar dat was ik eigenlijk vergeten klaar te leggen. Dus ik heb stiekem net gewoon smooth cardstock gepakt. Alleen als je hem heel nat hebt, dan krijg je echt zo'n vezelig effect. En dat vind ik persoonlijk niet zo mooi. Dus eigenlijk pak ik om die reden meestal aquarelpapier als ik met water werk. Zo. Hopske. Dus, dat waren deze. En die gaan nu lekker even drogen. En dan, als ik er iets mee gemaakt heb, laat ik het natuurlijk weer aan jullie zien. Dan ga ik over naar een ander stencil. Deze twee. En ik zal er even één van de twee laten zien. En eerlijk gezegd is dit meer mijn favoriet. Dus ik ga lekker deze laten zien. Haha. Dus, hebben jullie weer favorieten in kleuren? Ik vind het, eigenlijk persoonlijk vind ik het wel mooi als deze kleuren wat dichter bij elkaar liggen. Dat gaat, vind ik, net een iets mooier resultaat geven. En je kon dat ook wel zien aan die voorbeeldjes die ik hier had. Zeg maar... Deze vind ik nog toffer dan deze. Deze vind ik ook tof hoor. Maar deze kleuren liggen net iets dichter bij elkaar. Dus deze oogt wel drukker dan die. Vind ik. Allebei vet. Maar vind ik. Groen en geel. Oké. Uitdaging. Oep, daar houden we van. Geel en paars vind ik zelf ook altijd wel heel tof. Maar jullie vragen om groen en geel. Geel, groen, donkergroen. Zo doen? Geel, groen, donkergroen. Even kijken weer naar mijn borsteltjes.
paars. Blauw. Tuurlijk. Moet ik weer een borsteltje hebben. En dan... Kijk, omdat ik er dus zo slecht in ben, doe ik vaak een kleurtje wat, wat er een beetje in voorkomt. En dan wil ik hier eigenlijk geel mee doen. Geel. En deze even weg. Hebben we nog een borsteltje van groen. Kijk, zo doe ik dus altijd mijn borsteltjes. Gewoon aan een papiertje. En dan, zie je dat er nog heel veel afkomt. Hé, hey, wat zijn jullie eigenlijk met veel aan het kijken, joh. Tof. Jullie maken het mij gewoon heel moeilijk. Dus we gaan voor deze kleurtjes eens. Nou, ik laat hem even één keertje zien. En op mijn kaartjes die ik gebruikt heb, deze dus, daar heb ik ze meerdere keren gehaald. Maar ik laat gewoon even zien hoe je één mandala maakt. Ik denk dat dat helemaal prima is, toch? Dat jullie even zien hoe de opbouw van die maskstendels werkt. En dat geldt voor deze en deze gewoon precies hetzelfde eigenlijk. En ik ga kijken of ik nog een beetje meer kan inzoomen hierbij. Ik weet niet of dat kan. Ja, dat kan, dat kan, dat kan. Kunnen jullie het nog net iets beter zien? Ja? Ja, Yvonne, inderdaad. Eigenlijk moest ik daar een stickertje op plakken. Dat scheelt wel een hele hoop werk. Oh, wat lief, Marieke, dat jullie me gemist hebben. Maries, je kunt de stencils werken door gewoon lekker mee te kijken. En dan ga ik straks iemand uitkiezen. Makkie toch? Even kijken. Wat ik altijd bij de hand pak, is een papiertje of een doekje of wat dan ook. Om mijn stencil vast te houden. En omdat, nou valt het hier op zich wel mee. Maar je hebt deze dadelijk allebei nodig. Die figuren. En die zitten op zich redelijk dicht onder elkaar. Als je met zo'n blending brushje werkt, als het groter is, schiet je heel makkelijk naar het volgende figuurtje toe. En omdat ik best wel van precisie hou, vind ik het zonde als mijn volgende figuurtje niet de juiste kleur is. Dus leg ik altijd mijn papiertje zo erop. Oké. Volgens mij ben ik heel veel aan het praten. Oeps. En op deze manier doe ik dat eigenlijk. Ik ga heel even mijn inkt op mijn... even kijken of ik een beetje zo... Waar kunnen jullie misschien beter zien? Beetje zo. Even kijken. Ja, je kan hier wel ook een magneet op leggen. Kan zeker, want het is een magneetplaat. Alleen, ik weet niet. Als ik mijn iets afdek, dan vind ik het gewoon makkelijk om mijn hand er gewoon op te leggen. Maar je kan zeker ook een magneet gebruiken. Beetje omslachtig misschien wat ik doe. Is gewoon aangewend, denk ik. Ik ga hier lekker weer wat inktjes die ik ga gebruiken op mijn... glasplaatje doen. Dan kan ik gewoon in één keer door. En je ziet ook dat ik mijn stempelkussentjes ik weet niet, maar hij zegt bij mij dat hij beëindigd is. Maar hij gaat hier nog wel gewoon door. Dus ik zit even te kijken wat er hier gebeurt. Op mijn tablet zegt hij dat hij beëindigd is. Wat zegt hij bij jullie? Hier op mijn telefoon waar ik mee film, dan ben ik gewoon live. Even denken. Beetje vreemd dit. Ik ga eventjes weer op mijn tablet kijken, want volgens mij ben ik echt wel gewoon live. Ja, ik ben gewoon live. Oké, niet dat ik dadelijk hele rare dingen zeg en jullie denken, wat zegt zij nou allemaal? Ik ga even opnieuw via mijn tablet. Oh, even kijken. Zo, komt allemaal weer goed. Even mezelf zoeken weer.
Ik ben mezelf kwijt. Oeps. Hier staat onderbroken. Ik snap echt niks van. Zal mijn wifi daar het niet doen? Oh no. Nou, ik ben blij dat jullie me nog horen en nog zien. Ik snap er eigenlijk niks van. Wacht, misschien als ik op play druk. Dat is misschien ook wel handig. Oh my god. Ja, ik ben er weer, denk ik. Even kijken hoor. Ik zie jullie reacties ook wel gewoon. Alleen mijn beeld staat een beetje stil of zo. Ik snap er niks van. Maar goed, als ik er niet meer ben, dan roepen jullie even heel hard. Dan kan ik jullie misschien horen, goed? En dan gaan we hier gewoon verder. Ja, ik zie mezelf weer. Yeah. Woep woep. Nou, ik ga met de lichtste kleur beginnen. En dat is geel. En die ga ik gewoon over mijn mask stencil heen doen. Nou, gelukkig. Het komt allemaal goed. Zo. Nou, ik heb hier lekker een geel eerste deel gemaakt. Kijk. Dit is het begin. Dan pak ik het midden. En dan ga ik die puzzelen over dit mask stencil heen. Nou heb ik hem net heel rechts gelegd, dus als het goed is, als ik hem nu best wel recht leg, gaat hij gewoon vanzelf. Dus je schuift hem eigenlijk gewoon omhoog. Verder hoef je niet zoveel te doen. En dan kijk je of dat het een beetje klopt. Je kan er een beetje doorheen kijken. En ik ben normaal altijd heel beetje precies en ik zit normaal altijd precies met mijn hoofd voor het scherm, maar ik ga het gewoon doen zo. Jee! En dan ga ik de middelste kleur pakken. En dat is de lichte groen bij mij. Je dochter roept al. Even kijken. Nog niet gevonden. Heb ik iets gemist? Oh, dat geldboompje. Anders moeten jullie mij ook even waarschuwen horen. Want dan stop ik de live en dan ga ik mee rennen, goed? Dus, wie het geldboompje vindt. Ik kom ook. Ja, dit is echt een vet stencil. Vind ik ook echt. In het begin snap ik er dus echt helemaal niks van. Ik was veel te moeilijk aan het denken. Maar gelukkig, dankzij de tip van Corrie, kan ik dit vette stencil ook gebruiken. Ik moet zeggen, normaal zie ik het eigenlijk altijd. Maar ik dacht dus dat ik die twee met elkaar moest combineren. Maar dat moet dus helemaal niet. Nou, zo zie je, samen komen we er altijd. Dus als jullie lekker bezig zijn en je komt er niet uit, dan gewoon lekker hulp vragen. En dan komt het altijd goed. Oh. Je hebt weer de heel druk bij die boom. Wie het snelste is, maar dat is eigenlijk niet eerlijk, hè? Ik ben dan als langzaamste daar. Als laatste. Hey, nou hebben we die middelste gehad. En dan zijn we dus zover. Ook al heel vet, denk ik. Ik weet helemaal niet of ik nog fatsoenlijk in jullie scherm zit. Oeh. En dan gaan we die laatste doen. En die gaan we ook gewoon weer opschuiven. Omhoog, 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 omhoog. En dan even checken of dat die overal goed zit. En dat duurt altijd even, want je moet altijd kijken dat er overal dezelfde afstand is. Vast herkenbaar voor jullie. En dan gaan we de laatste kleur pakken. De donkergroene kleur. Ja, ik denk zeker dat dit ook een mooie combi is. Dus ik ben benieuwd als ik deze ook heb aangebracht, die donkergroene kleur.
En die andere is dus ook echt heel vet die eraan vast zit. Op deze manier ga ik jullie dus even laten zien. Oh, moet je maar vastzetten. Ik ga ik dus even laten zien hoe dat het stencil werkt. Zo. Ja, Rosita, jij moet hier ook zeker mee aan de slag. Zo leuk, hè? Zo, ik heb hem overal, denk ik. Hoppa! We gaan hem eraf halen. Oeh, die is wel heel vet. Vet, vet, vet. Oh, ik heb al een ideetje ermee. Kijk, kijk, kijk. Oeh! Een combinatie die ik zelf dus eigenlijk niet zou kiezen, wat echt super tof wordt. I love it. I love it. I love it. Oh, sorry. Ik ben in mijn element. Oh, woe. Zagen jullie dat? Ging bijna fout. Even mijn stencil afwassen. En wat zouden jullie dan nog willen zien? Toevallig die bolling of zo, die bollen met die stipjes en structuurpasta. Of toevallig niet. Ik wacht gewoon weer even hoor, want het loopt altijd een klein beetje achter. Oh, even mijn inktjes ondertussen lekker opruimen. Of lekker. Ach, zit ik weer met mijn naam. Je weet wel wat jullie van mij vragen, hè? Als ik dus met die spreetjes aan de gang moet voor die bollen, wordt het hier wel echt een kliederboel. Wie kon mij helpen opruimen? Nou, oké. Volgens mij hebben jullie me overtuigd. Ik ga de bollen doen, dames. En heren misschien ook. Ik ga de bollen doen. Even zoeken waar die zit hoor. Tussen mijn stencils. Ja. Yeah. Gevonden. Nou ga ik even een papiertje erbij doen. Maar dat moet eigenlijk even anders. Nou, ik doe het gewoon zo op de. Zo, dus deze gaat ook aan de kant. En we gaan de bollen doen. Yay. Bollenstendel heb ik al gepakt. En dan moet ik even een tovertruc doen. Want mijn pot met structuurpasta staat hier op mijn houder van mijn camera. Dus ik hoop dat hij nu niet naar beneden komt kletsen. Duimen voor mij. Verdwenen. Ja, die bollen hebben echt iets space-achtigs, ja. Nou, weet je, ik heb daar deze kleurtje voor gebruikt. Van Z-Up, toch? Donkerblauw. Even kijken. Oh ja, Blue Outremer. Hoho. Beige Meal. En Marron Thee. Of zoiets. Maar ja, dat komt nog wel. Dat zet ik wel online anders. En ik heb hier even mijn spateltje erbij. Ik mis echt dingen hoor. Jullie praten zo lekker veel. Gezellig juist hoor. Maar denk ik, waar gaat het ook alweer over? Heb ik dat gezegd? Of oeps. Nou, ik uit mijn pot met structuurpasta. Dit is de Dutch Badoo structuurpasta die ik gebruik. Gewoon de witte. Ga ik structuur aanbrengen op mijn stencil. En je zult zien dat ik
met mijn spatel één kant op strijk. En het echt glad maak gelijk met mijn stencil. Dus mijn pasta komt niet boven mijn stencil uit. Ja, op stukjes waar die niet, waar geen gaatjes zitten. Maar waar de gaatjes zitten, komt die niet boven mijn stencil uit. Dan strijk ik hem helemaal glad. Dit is een siliconen spatel, maar je kunt het ook gewoon met andere spatels doen hoor. Ik heb hier ook andere spatels staan. Ik gebruik deze gewoon graag. Maar kijk, je hebt hier ook van Icing zelf. En dat is gewoon eigenlijk precies hetzelfde hoe je dat aan kunt brengen. Dus. Je kan gewoon lekker met die stencils, of met spatels die je hebt, bedoel ik. Het kan zijn als je pasta onder het stencil doorkomt, dat je hem of niet goed strak op je papier hebt, of wellicht dat je meerdere kanten opstrijkt. Nou, ik ga hem even optillen. Kijk, en zo kwam hij eruit toen met mijn inkt. En toen dacht ik, oeh. Maar toen ging ik met de pasta aan de gang. En toen dacht ik, oeh. Toen werd ik echt nog veel enthousiaster. Je kan zeker ook met transparante of met de zwarte. Zwarte structuurpasta kan ook. Even meteen mijn stencils schoonmaken. Je kunt er ook even een badje langs zetten of zo. Maar op een of andere manier vergeet ik het altijd. Dus ik doe dat gewoon even op deze manier. Is hij ook meteen weer schoon. Zo. Hopskee. Even nog een loepje. Ja, je kunt het ook inderdaad met een zeepje of zo, maar ik heb nooit zin om met die stencils het hele huis door te sjouwen. Oeps. Dus zo, ik vind het zo ook opgeruimd. Het duurt alleen even wat langer en het is even saai om te kijken. Zo. Oh, misschien moet ik hem zo... Ja, nee, ik laat hem wel ingezoomd. Want anders kunnen jullie zien wat voor troepie ik maak als ik met die sprays werk. Zo. Dan ga ik even die pot hier opzetten. Zo. Oké, wat ik ga doen is ik ga hem een klein beetje... Ah, een zooitje. Ik ga hem een klein beetje aandrogen. Niet helemaal, maar wel een beetje. En dit doe ik eigenlijk gewoon met de heat tool van Ranger. En ik droog ook altijd een beetje aan de onderkant. Niet te lang doen, want dan poft je structuurpasta, tenzij je dat wil natuurlijk. Zo. Hij is nog niet helemaal droog hoor. Ik moet dadelijk dus wel even... Wacht, ik moet hem wel iets drogen, want anders gaat hij dadelijk fout met wat ik ga doen. Zo. Kom erop terug. Ja. Oké, prima. Dan heb ik hier die drie kleurtjes. Ik heb dus twee bruine getint. Of ja, die lijkt een beetje gelig. En een blauwe. En wat ik bij de hand pak is ook een beetje water. En een kwastje. Oh.
Oh, en een keukenpapiertje. En nog een keukenpapiertje. En nog een... Nee. Zorg wel dat je even wat keukenpapier klaar hebt liggen. En een babydoekje. Want die gaat een rommeltje geven. Ja, het is echt vet, hè? Het lijkt echt net of het opbolt zo. Nu al. Maar als je dadelijk dus met inkt erop gaat, nog meer. Dit zijn sprays dus van Izink. Dye sprays. Ja, ik schud ze wel, maar volgens mij hoeft het eigenlijk helemaal niet. En ik ga eerst even met die lichtbruine spray. En ik ga lekker alles onderkliederen nu. Ook mijn vingers, want die zitten ook altijd onder. Zo. En er is echt best wel veel pigment dat hierop zit. Dus ik spray zo en dan spray ik even met water. Om het wat uit te laten lopen. Als het de goede kant op wil. Nou, dit ga ik dadelijk ook nog verder uitwerken hoor. Het lijkt een beetje omslachtig, maar dat komt echt ook goed. Dan trep ik het een beetje weg. En ik wil dus die licht en die donkere bruin, zodat je een beetje een verloop krijgt in die kleuren. Dus dat het wat licht in die bol wordt en wat donkerder. En dat komt niet heel precies, maar een beetje de binnenkant is wat lichter en de buitenranden zijn wat donkerder dan. Ja, zeker kan je dit ook met oxidesprays doen. Ja, wordt dan wat matter, maar dat, je kan dat zeker ook gebruiken. Miranda, een heat tool, dat geeft heel veel warmte, heel veel hete lucht, maar die blaast niet zo hard. Dus daardoor blaas je bijvoorbeeld geen embossingpoeder weg of je inkt blaas je niet een kant op. En dat is het voordeel van een heat tool. Ik ga nu die donkere bruine doen. Oh, ik zit eigenlijk weer helemaal onder. En bedankt, hè, dames en heren. En dan ga ik ook hier even wat water op sprayen. En die ga ik even een beetje beïnvloeden. Ik ga deze hier even aan de zijkant, moet die wat weg, want dat wil ik niet. Maar ik ga dit een beetje zo rond verven. Dus ik maak stiekem even gebruik van de ronde vorm. Zo. En daarom heb ik dus een papiertje bij de hand. Waar het echt te donker vindt worden, daar tap ik het dan weg. Het zit misschien een beetje in jullie beeld, sorry daarvoor. Zo. Oh man, wat een rommeltje. Zo. Even deze weg. En dan ga ik deze heel even drogen. Ik doe nou eigenlijk precies hetzelfde als wat ik, al gedaan had. Oh no, hè. Hij doet het toch nog wel? Ja. Zo. Ja, ik zit even soms te spieken omdat mijn... mijn tablet dan zegt van, ik ben aan het laden en ik doe niet meer echt mee. Dus ik wil even checken soms.
Nou, nu ik met deze glieder eentje zit, dan mis ik denk ik echt best wel wat van jullie reacties. Ja, dat is zeker ook een gliederbox. Alleen als ik zo live ben, is het heel moeilijk om daar precies zo mee te gaan werken. Dus vandaar dat ik het nu gewoon even zo doe. En dan pak ik die blauwe kleur. En dit wordt echt een uitdaging. Het kan zijn namelijk dat ik zo weer opnieuw de bruine moet doen. Dat was namelijk in mijn proefversie ook. Maar dat geeft niet. Als het eindresultaat maar vet wordt. En ook hier doe ik stiekem wat beïnvloeden met mijn kwast. Zodat die inkt de goede kant op gaat. Zo. Zodat je een blauwe rand eromheen krijgt een beetje, zeg maar. Ja, kerstballen. Kun je er ook wat tof mee maken, denk ik. Leuk idee. Ik was nog niet helemaal in de kerststemming. Maar ik wil dat het zomer wordt. Dat doe ik dan echt zo'n beetje lekker langs bijna. Wat is die nou aan het doen hier? Oh, ik zit wel een beetje langs de kleding aan, hè? Zo. Hoppatee. Nou, even hier wat op de hoekjes en de randjes doe ik even wat inkt weghalen voor ik hem ga drogen. Anders was die daar heel donker. Dat wil ik niet eigenlijk. Zo. Hoe bedoel je, Jeanette, of ik last heb van het water? Kliederboel. Een klein beetje oort maken. Zo. Dan pak ik die en die bruine. Maar die lichte pak ik weer even. Want het is een beetje blauw geworden. En dan wil ik niet te veel. Tof, hè, Debbie? Oh, hij zit weer moeilijk te doen, mijn dingetje. Oh, ik heb hier nog een papiertje bij de hand. Die was niet echt die ik hebben moest. Zo. En nog eigenlijk niet helemaal tevreden. Zo. Zien jullie dat die in het midden van de bol wel echt ook lichter wordt, hè? En zo zie je wel dat ik dus echt vol speel. En dat kleurverloop krijg je dat als ik hem hier weg heb. En dat bruine overgaat in het blauwe. Dat geeft een beetje dat space effect. Jullie kunnen het zo wel goed zien, denk ik, toch? Als ik hem zoals ik de camera nu heb. Even een beetje hier. Een beetje aandrukken.
speel ook een beetje vals hier, hè? Want ik duw daar nog een beetje van die bruine inkt in. Ik denk dat ik hem zo wel vet vind. Ja, je kunt ook beginnen dus met het blauw, maar dan wordt die bolle echt al helemaal blauw. Dus vandaar dat ik wel gewoon begin met bruin. En daarna nog een bruin laagje eroverheen zet. Oh, iets hoger. Oeps. Ik ga het hem niet meer worden, maar ik kan wel iets uitzoomen nu. Kunnen jullie de rommel zien op mijn werkblad? Nou, maar dit kun je dus ook doen met kerstballen dus of zo. Iemand zou ook zien een kerstkaart aankomen. Dus dat is ook gewoon heel tof. Even een beetje drogen. Dan ga ik heel even hier het grootste gedeelte wegruimen. Zo. Ja, tof hè? Ik zag jullie reacties net toen ik hem straks op mijn plaats. Ik denk, nou, dat ga ik vast in de live maken. En hij is gewoon weer tof geworden, hè? Golfballen, Monica. Golfballen hebben wel eigenlijk een ander kleurtje. Hè? Ik ga het zien. Nou, ik vind hem vet. Hebben jullie nog vragen voor mij? Want ik denk dat ik met deze de live ga eindigen. Tenzij jullie nog vragen hebben. Maar ik denk dat ik de belangrijkste stencils in ieder geval wel heb uitgelegd aan jullie. Zo, deze er nog bij. Even kijken. Ik zal deze nog even zo. Kijk, dit vind ik vet. Dat verloopt ook een beetje. Dat het niet te strak is, hier ook. Gaaf, hè? Dus, dat was eigenlijk mijn live voor jullie. Met de toffe nieuwe Mixed Media collectie. Oh, en ik vergeet het bijna, want ik zou een winnaar bekendmaken. En even kijken. Ik weet in ieder geval zeker dat ze nog meekijkt. Ja, ik zie het ook als een ruimteballen. Zeker als, als ze op dit kaartje zie. Nou, ik vond het in ieder geval super leuk dat jullie allemaal ook lekker erbij waren. Allemaal super enthousiast. Echt super tof. Ik vond het heel gezellig. En er kan er maar eentje de winnaar zijn. En ik denk dat ze er heel blij mee gaat zijn. Charlene Rolling, jij hebt het toffe pakket gewonnen met alle stencils en het chipboard. Dus jij mag naar de winkel even een persoonlijk berichtje sturen. En dan gaan hun het met jou regelen. Ik hoop dat je er blij mee bent. En ik zou zeggen tot een volgende live. En bedankt allemaal voor het kijken en voor jullie gezelligheid vanavond. En dan zeg ik tot de volgende keer weer. Fijne avond allemaal. Doei!